Ivo en Jolanda uit Leiden willen wel eens weten hoe het voelt om dementie te hebben. En dat kan in deze caravan. Je leert er op een creatieve manier met dementie om te gaan. Wij vinden het belangrijk om aandacht te geven aan het onderwerp dementie. Er zijn steeds meer mensen met dementie, helaas. En omdat het een hersenziekte is, resulteert dat ook in veranderd gedrag. En dat is ook voor de mantelzorgers en de beroepskrachten dus heel belangrijk om te weten hoe ze daar beter mee om kunnen gaan. Met deze spellijnen hopen we dat mensen zelf ervaren wat het is, waardoor je meer begrip krijgt voor de bewoner, je echtgenoot of partner die lijdt aan de ziekte dementie. In deze caravan is dat de 81-jarige Harry uit Leiden. Een verzonnen figuur uiteraard, maar Harry staat symbool voor het toenemend aantal mensen dat met dementie te maken krijgt. Ik heb meegemaakt dat ze je plotseling gingen beschuldigen van diefstal. En nog geen eens mij, maar meer mensen van de verzorging of zulke soort dingen. Ja. Dus ja, dat was best schrikken, omdat het hele lieve aardige mensen altijd waren. En van de een op de andere moment krijg je dus allerlei beschuldigingen. Hun dan vooral naar hun hoofd. En ja, dat voelde niet plezierig. De mensen die erin zijn geweest, die zeggen wel van wauw, ik heb nu even toch ervaren hoe erg het is om zo in de war te zijn. Dus wij hopen daarmee toch meer begrip voor mensen met dementie te krijgen.